niet zin meer zou hebben als hij erachter zou komen dat de mensen toch door en door slecht. Eenmaal in het voormalig concentratiekamp ergerde hij zich vooral aan de grote stromen toeristen die daar als dagjes mensen naartoe waren. Maar zodra we in de kamer stonden waar activisten van de gevangenen geëtaleerd waren, zoals koffers, pottenpannen, potten, spokken en zelfs mensenhaar, begon hij te opvallen.